de Tilburg Tifosi. 20 jaar bestaan zij vandaag. En ze hebben uitgepakt om dat te vieren. Rustig uitverdedigd, daardoor Willem II. Santiago neemt dat woord rustig iets te gretig en dat kost hem een strafschop. Let goed op de rechtervoet van de aanvaller van Cambuur. Daar tikt hij de bal weg. Dit moet Santiago zich aanrekenen. Milan Smit, de penaltykoning van Cambuur, zet de bezoekers op 1-0. Santiago. Schijntrap waar Anello vrij gemakkelijk intrapt. En dan weer een appel voor Hens. Weer willen ze een pingel bij Willem II. En die krijgen ze nu ook. En ik denk dat dat op aanraden is van de assistent. Blank geeft hem in eerste instantie niet. Maar na kort beraad toch wel. Dit is nooit de pingel. Hoe kun je hier nu een strafschop voor geven? Oosting achter de bal. Van Os op de lijn. En Van Os pakt, maar in de herkansing is dat alsnog de 1-1. Durft nauwelijks te juichen. Omdat de penalty er in eerste instantie niet ingaat. Daar reageert Van Os goed op. Hij karambeleert precies voor de voeten van de nemer. De vrije trap, Willem II. En daar is hij! Niet! Wat een kans zeg, van dichtbij voor Schouten. Santiago met zijn laatste krachten buitenom. Het duurt maar en het duurt maar. Wie haalt de trekker over? Razak moet dat dan gaan doen. Razak! Kans voor Willem II. Voor de jongeling. Voor de derde keer op rij speelt Willem II met 1-1 gelijk. Weer puntenverlies voor de koploper. Nu tegen Cambuur.